Ja, Wouter, NAC thuis, makkie hè? Nou, makkie is een heel groot woord. Nee, het is een ontzettend lastige wedstrijd. Ik denk dat NAC een moeilijke start heeft gemaakt. We hebben Ars erbij gekregen en sindsdien is het aardig gaan lopen. Dus dat is een mooie uitdaging voor ons. Je had ze beter een week eerder kunnen treffen, wil je zeggen? Nou ja, goed. Je krijgt ze wanneer je ze krijgt. En wij zijn ook met een aardige race bezig. We hebben een goede start van de competitie. Dus wat ik zeg, het is een mooie uitdaging voor ons om te kijken waar we tegen titelkandidaat nummer 1 staan. Ja, van de week 7-0 gewonnen NAC van Dordrecht. Als je dat ziet, denk je, oh jee, zo'n avond wil ik als keeper niet gaan beleven hier in Helmond. Nee, dat heb ik vorig jaar een aantal keer meegemaakt en dat is me niet bepaald goed bevallen. Dus nee, maar ga ook niet vanuit dat we zo'n wedstrijd gaan spelen. Ik denk dat NAC ook wel respect voor onze kwaliteit zal hebben. Dat het een leuke wedstrijd zal worden en hopelijk met ons als winnaar. Ja, hebben jullie een kans? Ja, dat is natuurlijk altijd de kans, maar waar liggen die kansen? Nou ja, goed, het is vaak een beetje clichématig zo dat mensen zeggen van NAC zal een slechte dag moeten hebben, wij een goede dag om die wedstrijd te winnen. Maar ik denk dat het ook zo is dat wij met ons spel ervoor kunnen zorgen dat NAC een slechte avond heeft. Dat we proberen ze toch druk te zetten en vast te zetten en ervoor te zorgen dat ze geen lucht krijgen hier. En dat we van daaruit voor een goed resultaat kunnen gaan. Ja, het kan dus wel, maar jullie moeten echt wel een superdag hebben. Nou ja, goed, wat ik zeg, als we van ons spel, van onze kwaliteit uitgaan, veel druk naar voren kunnen gaan geven, dan ben ik van overtuigd dat wij ook tegen NAC een resultaat kunnen halen. Je zei net al, vorig jaar iets te veel goals tegen gehad. Dit jaar, vorig jaar was het natuurlijk een slecht seizoen. Dit jaar, ja goed, het is nog maar vroeg in het seizoen. In ieder geval beter gestart. Nee, ja, dat is absoluut zo. Ja, vorig jaar waren het er 85. Ja, dat is voor een keeper natuurlijk een drama en een nachtmerrie. Het begin is nu op zich goed. We hebben 3 tegengoals in 4 wedstrijden. Dus als we die tendens kunnen voortzetten, dan ben ik als keeper een tevreden man. En je kreeg veel lof de laatste week. Laatste wedstrijden zeker, heb je het goed gedaan. Dat is ook wel aardig, denk ik, hè? Ja, nee, ben ik blij om. Ik ben blij dat we in de wedstrijden waar we resultaten hebben gehaald, dat ik naar mijn bijdrage heb gehad in positieve zin. En ik ben natuurlijk van plan om dat gewoon lekker voor te zetten en het hele seizoen lang zo door te gaan en onze punten te gaan pakken. Hoe ambitieus ben jij toch al een paar jaar hier in Helmond? Ja, nou ja, goed. Ik zit hier inderdaad al in totaal 10 jaar, van 6 jaar bij het eerste. Mijn contract loopt dit jaar af, dus misschien is het ook wel eens. Het is ook wel mijn ambitie om dit jaar gewoon te vlammen en dan te kijken wat er volgend seizoen misschien mogelijk is. Nou, je hoort vaak mensen positief over jou. Misschien dan vorig jaar iets minder vanwege de vele tegengoals, ja, maar over het algemeen natuurlijk wel positief. Zie jij jezelf ook een stap hoger op zetten? Nee, ja, goed. Wat ik zeg, in de eerste instantie wil ik gewoon een jaar met Helmond weer vlammen. En ik denk dat van daaruit dat als het heel goed gaat met mij persoonlijk en ook met de club, dat er hopelijk misschien wel wat voorbij komt. Maar ja, wat ik zeg, dat is voor latere zorg. Ja, precies. Dat is voor latere zorg. Maar als je af en toe keepers in de Eredivisie ziet grabbelen, heb je dan het idee van ik ben veel minder? Nee, ja goed. Maar dat is ook moeilijk. Hè? Ik bedoel, de jongens spelen Eredivisie. Ik heb dat niveau nog nooit meegemaakt. Dus hoe ik me op dat niveau zou, hoe ik dat zou verhouden, ja, dat weet ik zelf ook niet. Maar als ik die kans zou krijgen, dan zou ik natuurlijk met beide handen aangrijpen. Ja, jullie willen dit jaar een beter jaar hebben dan het afgelopen jaar. Heb je het idee dat deze groep ook sterker is dan wat je vorig jaar hier om je heen had staan? Ja, goed. Kijk, het begin is in ieder geval al een stuk beter. Ik denk dat de organisatie een stuk duidelijker is en beter staat dan dat het vorig jaar was. Maar goed, wat ik zeg, het is nog heel vroeg in het seizoen. Dus hoe zich dat echt gaat verhouden in de loop van het seizoen, dat moet natuurlijk nog blijken. Maar ik heb er wel alle vertrouwen in dat we in ieder geval een stuk beter seizoen gaan draaien dan vorig jaar. Als je mag voorspellen, morgenavond, Helmond Sport NAC, wat wordt het? 1-0.